Ons is letterlijk gekomen in die einde van die jaar. En ons kan amper sê, sjoe, ons het dit gemaakt. En dat is absoluut wonderlijk. Ons is ook aan die einde van ons Christusfeest seizoen. En ons staan dus op die drempel van hierdie jaar wat voorlee, waaruit ons elke stukje energie wil benut. En hier komt twee tekstverse voor mij wat ik graag aan jou wil oordra. Die een kom uit Efesiërs 5:16 uit wat sê, gebruik elke geleentheid wat naar jou kant toe kom. En die tweede tekstvers kom uit Prediker 9 uit wat sê, werk met toewijding wat jou hand vindt om te doen. Ons is in hierdie jaar geroep en wat voorlee om soos in die jaar wat ons was, nie net te oorleef nie. In die jaar wat voorlee wil ons van oorleving naar oorwinning beweeg, van oorwinning naar sukses beweeg en van sukses wil ons dan ook een erfdeel nalaat vir een geslag hierna met de fondatie van Jesus Christus waarop hulle voorin toe kan bou. So vir ons belangrijk is dus, Efesiërs 5 vers 16 sê, kom ons pers elke stukje energie in die jaar wat voor lê, uit elke geleentheid uit, uit elke storm uit, uit elke omstandighede uit, zodat ons die beste daarvan kan maken, dat ons omstandighede vorm en nie door omstandighede gevorm word nie. Dat ons daar energie gebruik, zodat ons skepingsdoel, dit wat God ons voorgeroep het, volledig kan uitlewe. Kom ons kyk ook in die paar dae wat oor is van hierdie jaar, wat vat ons vorentoe in die volgende jaar? Negatieve bagasie, kom ons laat het achter. Positieve bagasie van toerusting, kom ons vat dit in die nieuwe jaar in. Prediker sê ook voor ons dat wat ons hand ook al vindt om te doen, kom ons doen dit met toewijding. Of het ons gebedslewe is, die vasttydperke wat ons ingaan, en of dit in ons werkplek is. God het ons geroep om te werk asof ons vir hom werk, vir God werk. En kom ons werk met toewijding daar waar ons ook al is. Of het in die bezigheidswereld is, in die vervaardigingssektor is, of het in die verplegingsmedische wereld is, onderwijs, maak nie saak nie. Kom waar ons is, werk ons met toewijding asof ons vir God werk, en dat ons werk een getuienis is, wat dan kan ook staan as een getuienis van God. Godse werke, van Godse liefde en van Godse teenwoordigheid. Mensen, is voor ons belangrijk en ik wil het weer sê, dat ons in hierdie tijd wat voorlee, nie door omstandighede gevorm gaan word nie, maar dat ons omstandighede gaan vorm. Dat ons daardoor dus van net oorwinning te wil hê of net oorleving te wil hê vir volgende jaar, sal beweeg na oorwinning, sal beweeg van oorwinning na sukses toe, van sukses na een erfdeel nalatingskap vir die mense wat na ons sal kom. So ek wil vir julle baie dankie sê. In die eerste plek wil ek vir God drie-enig baie dankie sê. Dankie dat hy my deur hierdie jaar gevat het wat verby is vir my, my vrou en my familie en ook in die bedieningswereld waarin ek staan. Dankie vir die sendelinge en vir die leraars en vir die mense soos julle wat saam met ons hierdie pad gestap het. Absoluut wonderlik. Dankie weer eens dan vir julle. Dankie vir daardie mense wat vir my so af en toe skakel of 'n boodskap stuur, 'n boodskap van bemoediging en selfs 'n profetiese woord hier en daar wat na vore gekom het. My gebed dan vir julle en vir die wat my ondersteun ook finansieel is, dat die Here vir julle in die jaar wat voorlê, saam met my ingesluit, ons sal neem van oorlewing na oorwinning, van oorwinning na sukses en van sukses een nalatingskap, erfdeel, soos die tyd en die wederkoms van Jesus naderkom. So, tot ons weer ontmoet, mondelik volgende jaar. Shalom.